Josephine, Charlotte. Ja. Twee namen. Ja, inderdaad. Hoe komt dat? Papa en mama? Ja, voilà. U zegt het al. Papa en mama, die hebben dat kon niet kiezen. Ja, waarom uw naam? Papa? Voor mij was het Charlotte en voor haar was het Josephine. Perfect. Dus ja. Goed deal gemaakt. En dat gecombineerd. Oké. Okay. En ja. Nu sta je met Linda van de eerste herenzame van de België. Dat klopt, inderdaad. Ja. Verwachten mensen zoiets op dat podium? Ja, ik had het totaal niet verwacht eigenlijk. Ik had ze wel al een beetje proberen te denken wie dat in de top 3, maar het is moeilijk. Ja. Iedere kandidaat van het Vlaanderen heeft eigen kantjes en is eigen goed op zijn manier. Dus ja, ik kon er geen besluiting trekken, maar ik ben super blij en super trots op mijn titel dat ik mag doen. En dat ik doormaak. Wat doe je tweede? Ik ben model en ik studeer nog. En welke studies dan? Ik studeer retail en visual merchandising. Nu zal ik mijn 7e specialisatiejaar doen in het Nostra en Geulen. En stel dat het een spelje wordt, kunt u een beetje aan de kant zetten? Ik heb daar zeker geen probleem mee. Daarmee ook dat ik de studie heb gevolgd. Zodat ik meer tijd zou hebben naast mijn studies. Dat was al sluit genomen voordat ik meedeed met België voor mijn modellenwerk. En dat helpt enorm. Op school steunen zij mij daar ook enorm hard in. Dus dat is wel super lief van hen. En ik ben ook op mijn gemak. Ik zou daar zeker geen probleem mee hebben om mijn studies aan de kant even te zetten. Om dan uiteindelijk erna terug op te volgen. Belangrijke vraag. Hoe groot ben je? Ik ben 1,76 meter. Ja, inderdaad. Ja, en voor met Universe en Miss World. Dus, ja, ja. Ik sta heel graag voor de camera. Ik heb nu ook mijn derde spotje onlangs op tv. Voor Juni, waar ik ook gezicht van ben, dat is een opkomend bio-product voor acne, vooral voor de tieners. Een beetje voor iedereen. Ja, ik vind het heel leuk om voor de camera te staan. Zowel op acteervlak als fotoshoots. Maar ook catwalks zie ik enorm graag. Ja, een beetje van alles. We kijken nu in je ogen van wie heb je veel over papa, mama? Ja, de meeste verschillen eigenlijk van mening. Ik vind het zelf niet echt smaak. Een beetje mengeling, dat klinkt er ook van haar rechter. Ja, voilà. Ja. Voilà, zo is iedereen tevreden. Ja, wat zijn nu eigenlijk de capaciteiten dat je eigenlijk voor dat doen? Zo? Ik ben altijd heel enthousiast geweest. Ik heb op ieder evenement proberen aanwezig te zijn. Vriendelijk zijn tegen iedereen, sociaal, wat ook heel belangrijk is. Want als je beschouwt in een hoekje, dan word je ook niet opgemerkt. Ja, een beetje proberen op te vallen natuurlijk. En uw doel. En mijn goed doel dat ik ook veel heb ingezameld. En veel moeite voor heb gedaan. En nog altijd zal doen natuurlijk. Dat is mijn mama, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, maar allee, ze heeft vooral veel zelf moeten doen. Omdat wij dat belangrijk vinden, omdat ze dan pas zo zelfstandig in het leven staan. We willen ook niet alles in haar school te werken. Ze moet veel zelf doen. En daar groeit ze ook van. In die jaren die al geweest zijn, is ze ook enorm gegroeid in haar zelfvertrouwen daardoor. En dat vind ik ook wel belangrijk. En is papa, is die streng op voor zijn dochter? Ja, toch wel heel streng. Toch wel. En hoe ver gaat dat dan? Dat duurt thuis? Dat minder. Maar echt is meer op, dat is ook gezegd, van zelfvertrouwen kweken en zo. Alles proberen zelf te doen, zelf te realiseren, zelf iets organiseren, vind ik heel belangrijk. Ja. Niet zomaar echt alles geven en geven en geven, dat is gemakkelijk. Zelf voor werken. Zelf voor werken en zelf alles realiseren. Ja. Ja. We kennen je opa, Jean-Marie. Ja, ik heb het net zo gehoord. Dus wat betekent uw opa voor u? Ja, heel veel. Ze waren ook altijd met mij mee. Ze komen altijd kijken naar iedere opdracht die ik moet doen. Of ze zijn altijd even trots op mij. Ze zijn er altijd bij als ik iets moet doen. Ja, ook mijn grootste supporter. Mag ik zeggen dat u een zeer lieve opa is? Ja, zeker. Dat weet ik. En ik wens je succes voor het verder doen. Dankjewel. Ja, ik kijk er enorm naar u. Doorgaan, hè? Ja, tuurlijk. Dat is hier niet stopt, hè? Dat zal wel zijn. Pompen! Dus ik zal ook. Dank. Dankjewel.